The male camera's physique initial, especially not be okay about you eat that annually, the not be okay is afgebrand. And that is a normal slag geweest, a normal domper geweest, of alles wat daar voorbereid was. Niet alleen is er heel veel schade aangericht aan fysieke apparatuur, maar er is ook heel veel emotionele waarde daar, emotionele zaken die ook bij het personeel daar spelen. We hebben toen gelijk met ondersteuning toen de hulp gekregen van het Rode Kruis en hebben we toen de meldkamer van INSEFA ondergebracht de afgelopen 6 maanden, 5-6 maanden, in het Rode Kruis. En we zijn enorm veel dank verschuldigd aan het Rode Kruis. Echter, die locatie was niet de optimale omstandigheid waarin mensen adequaat konden zitten. Koeling, natuurlijk, beluchting, etc. Het is niet de locatie, maar het was wat we ter beschikking hadden. En er waren ook wat issues over de bereikbaarheid de afgelopen periode. Oké, vanuit het BOG, zeker vanuit het management, samen met meneer Bart van Loohuizen, die we ook hebben aangetrokken via een samenwerking met Nederland, om 178 voor ons te gaan verder te gaan professionaliseren, hebben wij een aantal zaken gedaan. Zo begonnen de resultaten. Niet alle resultaten werden meer doorgebeld. Alle negatieve resultaten werden de mensen via een sms op de hoogte gesteld. Daarmee had je al heel veel druk weggenomen. Alleen de positieve mensen werden gebeld. En zo zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd, wat het systeem wat efficiënter heeft gemaakt. Maar een andere grote struikelblok wat hij constateerde was dat de locatie gewijzigd moet worden. En los daarvan, de professionaliteit kan je alleen verbeteren als je echt met een callcenter die ervaring heeft op dat gebied. Er werken hier bij kans 400 zoveel mensen, dat zelfs Samsung Nederland hier mensen heeft, dat we mensen mogen bellen naar hier. Zo zijn er bedrijven. En Teleperformance is een van de zaken, een van de bedrijven die er ervaring mee heeft. Dus we hebben een overeenkomst, een public-private partnership, waarbij Teleperformance, let wel, laat het duidelijk zijn, dit kosteloos doet voor Suriname. En dat wij de komende 6 maanden gebruik mogen maken van die mooie ruimte, wat u net hebt gezien. We mogen gebruik maken van de technische infrastructuur. We mogen gebruik maken van training. Mogelijkheden waarbij het professionele personeel van het team onze mensen, onze vrijwilligers gaat trainen. En wat is nog mooier dan dat je dit krijgt als land? In het kader van IHR, International Health Regulations, moest BOG als focal point 24/7 bereikbaar zijn. Toen is dit ontstaan, maar toen hebben we dit ook gebruik uitgebouwd voor alle meldingen die binnen moeten komen naar het BOG. We weten dat artsen bijvoorbeeld een meldingsplicht hebben. Dat over milieuzaken er meldingen worden gedaan. En toen is het zo doorgegaan totdat we de pandemie hebben gehad. Toen is het uitgegroeid naar een meldkamer. Meldkamer op het BOG. Wij waren ook tijdelijk in Webhelp. Na de brand naar het Rode Kruis. Bijna 6 maanden daar. En nu ook vannacht weer een upgrade. Dus als ik het zo kijk vanaf 1 telefoon. Een mobiel. Dat gecirculeert onder 6 personen. 24/7. Dan is vandaag weer een upgrade. We zijn blij daarmee. Dat we stappen voorwaarts maken. Tenminste hebben we voor 6 maanden opvangen. We zijn heel blij daarmee. Ik zou jullie willen bedanken. Ook het Rode Kruis van hieruit bedanken. En alle andere mensen, alle andere sponsoren die ons hebben geholpen in deze periode. Het is een geweldig, geweldig voorbeeld van public-private partnership. Wat als voorbeeld kan dienen voor hopelijk nog veel meer van dit soort projecten die we in de toekomst zullen gaan zien. Het draagt ook bij, naar mijn vaste overtuiging, aan de professionalisering van de overheidscommunicatie. Dat is heel belangrijk. Het is fantastisch dat de mensen die voor de BOG, voor de 178 hulplijn BOG hier werken, in een soort van kruisbestuiving kunnen gaan leren van de mensen hier van Teleperformance die al jarenlang met ditzelfde bijltje hebben gehakt. Overheidscommunicatie moet professioneel zijn, moet consistent zijn, moet klantvriendelijk zijn en bovenal, het moet de juiste informatie bieden aan de mensen die bellen. En dat laatste zou ik willen beklemtonen, is tegenwoordig belangrijker dan ooit. We worden helemaal overspoeld met allerlei fake news informatie, met name over werkzaamheid van vaccins, et cetera, bijwerkingen, et cetera. Daarom is het des te belangrijker dat de overheid de juiste informatie bij het publiek brengt en met één stem spreekt. En ik hoop dus van harte dat dat het effect zal zijn
van de inhuizing die we hier hebben van de BOG 178 Hulplijn bij Teleperformance.